Omdat ik leef, ga ik een keer dood. Dat is zeker. Maar over mijn uitvaart heb ik nooit echt nagedacht. Ik stap daarom in een wereld die ik niet ken. De wereld van de uitvaart. Wat gebeurt er met me? Van de dood tot het graf. En wat is er eigenlijk allemaal mogelijk?